Wilderens of zangeres Jasmine, zoals iedereen haar kent, is overleden. Ze heeft vermoedelijk zelfmoord gepleegd. Jasmine zat de laatste tijd niet meer goed in haar vel. Sinds de scheiding van haar vrouw Marianne Dupont was Jasmine fel vermagerd en volgens vrienden was ze depressief. Marianne en Jasmine waren 6 jaar getrouwd. Ze hebben samen een dochtertje van 2 jaar, Ella Louise. De zangeres liet weten aan wie het maar wilde horen dat Marianne de liefde van haar leven was. De breuk leek voor haar heel onverwachts te komen. Zelf hield ze vol dat ze zich door deze moeilijke periode wel heen zou slaan. Als tiener werd Jasmine bekend als presentatrice van Tien om te zien. Ze zong ook zelf, jarenlang, vooral Nederlandstalige muziek. Liedjes met vaak een onderliggende boodschap. Jasmine werd 37. Bij alles waar ik over jou vertel, mis ik.